Hallo allemaal en super tof jullie, kijkers. Een nieuwe video op de YouTube-kanaal van het Crypto Instituut. Mijn naam is Pieter Jans. Vandaag dinsdag 12 juli. En op deze dinsdag 12 juli doen we vandaag een korte update over Tezos. Natuurlijk zou normaal gesproken op deze dinsdag de 50.000 challenge moeten verschijnen. Omdat we morgen de bekendmaking krijgen van de inflatiecijfers in Amerika. En daarmee waarschijnlijk ook meer volatiliteit op alle financiële markten. Hebben besloten om de 50.000 challenge in dagje te verplaatsen, naar nou, dus morgen woensdag. In deze korte update van Tezos gaan we zoals altijd het dagelijkse tijdframe en het 4 uur tijdframe bespreken. En ik heb Tezos vandaag even uitgekozen om een korte update over te doen. Omdat Tezos niet de hardste daalder op bitfavor was. Maar wel een van de coins die we natuurlijk stevig zagen corrigeren. Dus vandaar dat ik even een korte update over Tezos bespreek in deze video. Als we dan beginnen op dat dagelijkse tijdframe dan zien we op het dagelijks tijdframe iets gebeuren wat we heel erg vaak bespreken de afgelopen tijd. En dat is namelijk de hinder van de dagelijkse ribben. We zien voor Tesos dat in juli een hele mooie opwaartse beweging uh, in is gezet. En dat we daarmee ook weer in de ribben zijn gekomen van dat dagelijkse tijdframe. We zagen zelfs dat de onderkant als support kon vergeren nadat we erin waren gekomen. En daarna zijn we dus richting de bovenkant gegaan, waarbij we dus ook bij die 50 IME in de buurt kwamen. Nou, daar werd de deur gisteren dichtgegooid. En sindsdien zien we dat Tesos aardig stevig gecorrigeerd is. En op dit moment met zijn 7% daling op deze dinsdag ook weer uit de ribben is gegooid. Dus mocht Tezos de draad naar boven weer op gaan pakken, dan mag Tezos weer een nieuwe poging doen om die ribben te gaan gainen. En daarvoor moeten we als eerste richting 1 dollar en 54. Cent. Daar ligt namelijk op dit moment de onderkant van de ribben. En dan loopt de ribben helemaal door tot en met de 1.75. Maar voor Tezos zien we dus ook hetzelfde. Wat we natuurlijk ook bij een heleboel andere altcoins zien gebeuren. En ook voor Bitcoin dan zagen gebeuren, we komen wel in de ribben, maar we weten de ribben niet als support vasthouden en we weten dus niet door de bovenkant heen te breken. Als we dan nu gaan kijken naar de RSI op het dagelijks tijdframe voor Teslas, dan zien we daar eigenlijk nog op dit moment heel weinig bijzonders. We zagen natuurlijk dat er overduidelijk een bullish divergentie werd aangemaakt tussen mei en juni, het midden van die beide maanden. Tuurlijk RSI maakt hier overduidelijk die higher low Terwijl de prijs duidelijk die lower low zet. En daarna zien we ook dat we nog een keer lokaal een boeddhistische divergentie printen in het midden van juni. Met dus wederom RSI maakt een higher low. Terwijl de koers een lower low zet. En daarna zien we dat de koers heel erg mooi naar boven toe beweegt. Met continu het maken van higher lows. Wat ook gepaard gaat met higher highs. En we zagen zelfs dat we dus gisteren nog boven de 50 RSI zaten. En uiteindelijk met de pump die we het weekend hebben gehad. Ook boven die 50 RSI wisten te closen. Maar zoals je ziet, zijn we de 50 RSI vandaag weer verloren als support. Dus Tesla zal deze weer, als die weer de opleving gaat krijgen, natuurlijk weer tegenkomen als resistance. Omdat die 50 RSI natuurlijk de scheiding maakt tussen bullish en bearish territorium op de RSI. En helaas is Tesla op dit moment nog niet gelukt om dus die 50 RSI tot support te maken. Maar qua bearish divergentie of zo, daar is op dit moment natuurlijk geen sprake van. Omdat er gewoon heel erg mooi een nieuwe high hebben gezet met de candle bodies ten opzichte van de high die natuurlijk gemaakt is aan het einde van juni. Dus op dit moment lijkt het meer weer op het wachten of we weer een nieuwe bullish divergentie kunnen gaan maken en dus verder kunnen gaan met het stapelen van die bullish divergenties. Als we dan nu verder gaan kijken op het dagelijks tijdframe, dan kijken we natuurlijk ook naar die resistance levels die we kunnen meten vanuit de top die gezet is in maart naar op dit moment de huidige bodem. En als we deze formulatie uittekenen. Dan zien we dat het eerste level op deze Fibonacci pas bij de 1,87 ligt. En daarna bij de 2.31 ongeveer komen de 0382 tegen van deze Fibonacci. Waar ook dus de hij staat van vorige maand. En daarna de 2,65 cent de 0.5 van deze Fibonacci. Als we dan nu doorgaan naar het 4 uur tijdsframe voor TESOS. Dan zien we op het 4 uur tijdsframe als we als eerste even kijken naar de IMA ribben. Dat deze natuurlijk bullish was geflipt in de mooie opwaartse beweging die we dus aan het inzetten waren. Maar dat we helaas deze als support zijn verloren. En op dit moment zien we alweer dat we hem een keer als resistance hebben geretest. En ook met de candle body closing, dus de 100 IME op het 4-tijdsscheme als resistance hebben geretest. Voor tezels is het op het 4-tijdsscheme op dit moment bij de $1.54 de 100 IMA resistance. En daarna ligt daar vlak boven dus alweer die gibbon. Want die begint ongeveer bij de 1,55 dollar en cent. En loopt helemaal door tot de 1,57. dollar en 57 cent. En daarna plus nog de 200 IME die ongeveer ligt bij de 1,60 dollar en cent voor Tesos. Als we dan weer kijken naar die RSI op het 4 tijdframe. tijdsframe. Dan zagen we dat de RSI al een tijdje niet echt van zijn plek wist te komen in juli. De RSI werd eigenlijk continu afgerend bij de 65 en de koers die ging natuurlijk gewoon rustig door met het zetten van nieuwe highs. Nou dat heeft natuurlijk uiteindelijk ook ertoe geleid dat we een bearish hebben geprint. We zagen wel meerdere ontstaan, maar natuurlijk de duidelijkste die is tussen de 9e en de 11e van deze maand. De koers zet namelijk een RSI top bij iets boven de 65. Dat samenvalt met een koers van ongeveer 1,62 dollar. Daarna zien we de koers al doorschiet richting 1,67 dollar. En daarbij zien we dus dat de RSI een lower high print. Wat natuurlijk wijst op een bearish divergentie. Maar we zagen natuurlijk al overduidelijk dat die RSI echt in zijn kracht aan het afnemen was. Wat natuurlijk ook bewijst dat er een correctie aanstaande is. Omdat er dan natuurlijk ook bearish divergenties worden geprint. En dat is op dit moment precies wat voor TESELs zou gebeuren. We zien hier mooi dat we ongeveer ook een retest krijgen op die 50 RSI. Daar worden afgewezen. En dat we vanuit daar dus op dit moment verder omlaag zijn gevallen. En op dit moment dus aan het werken zijn. Aan het maken van wellicht een nieuwe bullish divergentie. Want als we kijken naar die low van jullie, dan zien we natuurlijk dat die RSI daar alweer akelig dichtbij in de buurt weet te komen. Terwijl de koers nog daar wel een stukje van verwijderd is. Dus dat zou natuurlijk op kunnen gaan wijzen dat we op dit moment een in een bullish voor TESOLs op het vierde tijdframe aan het aanmaken zijn. Maar daarvoor moet de koers natuurlijk op dit moment nog wel een stukje verder dalen. We dus zien in ieder geval dat ten opzichte van dus. 5 juli, wel op dit moment de hidden bullish divergentie is gemaakt. De koers zit op dit moment nog steeds hoger dan de low die daar gezet is. En de RSI zit er al een stukje onder. Dus we zien dat in ieder geval op dat gebied wel al wat hidden bullish divergenties voor tesels worden aangemaakt. Als we nu nog gaan kijken naar de resistors en support levels die we voor terug tegemoet kunnen gaan zien. Dan beginnen we eerst met een grote Fibonacci op het 4 tijdsframe. Die komt vanuit de laatste gezette high voordat we dus verder omlaag gingen. En dat is voor Tesos de high die gezet is op 10 juni naar dus de huidige bodem. En dan zien we voor Tesos dat we wel door de 0,382 wisten heen te komen. Die dus ongeveer ligt bij de 1,64 cent, Maar dat we deze niet wisten vast te houden. En dat we op dit moment weer neigen om de 0,236 te gaan verliezen die bij de 1,47 cent ligt. Mochten we daar dus weer onderschieten, dan wordt dit level natuurlijk weer resistance. En daarna kijken we dus weer richting die 0,382 die bij de 1 dollar en 64 cent ligt, voordat we bij de 0,5 aankomen van de 1 dollar en 77 cent. Als we dan ook langzaam maar gewoon eigenlijk deze prijsactie doorgaan, dan kunnen we natuurlijk ook een fibonacci gaan tekenen. Die komt vanuit dit moment de low die gezet is op 18 juni naar de top die daar vanuit volgt. En dan kijken we als eerste naar de top die aan de afgelopen dagen is aangemaakt. En daarbij zien we dat we op dit moment langzaam maar zeker aan het afstaken zijn naar die 0,5 bij de 1 dollar en 45 cent. Vallen we daar nog onder dan kunnen we door richting 1 dollar en 38 cent tot uh, 1 dollar en 39 cent tot en met 1 dollar en 37 cent. En daarbij de 1 dollar en 30 cent vinden we 0,786 van deze Fibonacci voordat we dus bij de low aankomen van 1 dollar en 19 cent. Gaan we dan weer een stukje verder opschuiven in de prijsactie? Dan komen we natuurlijk weer de volgende resistance Fibonacci tegen. En die komt vanuit deze top die gezet is aan het einde van juni. Naar de bodem die gezet is in de begindagen van juli. Daarbij zien we dus dat we rond dat 1-level echt wel in de problemen kwamen. Dat we daar niet doorheen wisten te komen. Mochten we daar uiteindelijk toch doorheen gaan breken, dan is de $1.64 en de $1.90 nog steeds een target om rekening mee te houden. Want dat zijn de $1,236 en de 1,618 af van deze Fibonacci. En als we dan ook kijken, dan zien we dat die 1,6 dollar en 6,7 cent, waar de 1,23,6 dus ligt, ook heel erg mooi samenvalt met het ophalen van liquiditeit, wat we hebben gezien richting het einde van juni. En de 1,618 zien we ook heel erg mooi samenvallen met voorgaande highs aan het begin van de maand mei, waar we dus niet doorheen wisten te komen. Dus we zien dat deze levels ook weer conformatie hebben met prijsactie die we in het verleden hebben gezien. Als we dan nu weer een stukje gaan opschuiven en op dit moment gaan kijken naar de huidige support Fibonacci. Want die komt vanuit de low die gezet dus is in het begin van, juni, van juli. naar op dit moment de huidige top. En dan zien we dat we op dit moment dreigen de Golden Pocket te verliezen die tussen de 1.46 cent ligt tot en met de 1.47 cent. Op dit moment vinden we aan de onderkant bij de 0.65 uh, Fibonacci nog support. Vallen we daar toch doorheen. Kijk richting 0.786 bij de 1.41. Voordat we dus bij de low aankomen van 1 juli bij de 1, 33 cent. Daarna de 1,236 bij de $1,24. Voordat we bij de 1618 komen bij de 1$ en 10 cent. Als we dan als laatste nog gaan kijken voor Tezels. Dan zien we op dit moment dat er in ieder geval ook een potentiële supportlijn aan het ontstaan is. En deze kunnen dan tekenen vanuit de low die gezet is op 18 juni naar de low die gezet is op 1 juli. En dan zien we dat we heel erg dichtbij op dit moment deze trendlijn aan het komen zijn. En die ligt bij de 1 dollar en cent ongeveer. Mocht de koers van Tezels dus nog een stukje doorzakken. Dan zou het heel erg mooi zijn als we daar support kunnen gaan vinden. Om dus deze trendlijn daadwerkelijk te bevestigen. Want drie touchpoints dan kan je wel spreken over een valide trendlijn. Want we zagen natuurlijk al eerder. Als we kijken naar eigenlijk de hele opwaartse beweging van juli. Dat Tezels in een soort kanaal bewoog die opwaarts was. Waar we dus mooi deze trendlijn konden tekenen voor Tezels. Die we dus met de drop van vandaag wel gebroken hadden. En daardoor vielen we dus ook een stuk omlaag. Omdat we dus een mooie opwaartse kanaal voor Tezos op het 4 tijdframe hebben doorbroken. Maar voor Tezos geldt hetzelfde als voor Bitcoin. Zolang Tezos bezig blijft met het maken van hogere bodems en hogere toppen. Zien we gewoon in ieder geval dat die polystructuur in stand blijft. Valt Tezos om de low die gezet is op 1 juli. Die samenvalt met de 1 dollar en 33 cent. Ja, dan wordt dus ook echt die grote structuur van tesels gebroken. En dan kunnen we dus echt weer verder omlaag gaan kijken. naar wellicht dus nieuwe logs voor Tezels. Dat zit weer voor deze korte update over tesels. Vond je dit video leuk, laat dan zeker een duimpje omhoog achter. En ben je niet gaan op deze YouTube kanaal. Doe dan zeker hier beneden op de te klikken. En ben je lid van onze community? Join ze ook zeker via de link in de beschrijving. En dan spreek ik jullie morgen weer met een gloednieuwe technische analyse op zoek van de community. En natuurlijk de 500.000 challenge. En gedurende de dag zullen er ook nog andere korte updates verschijnen. Voor nu nog een hele fijne dinsdagavond en tot morgen.